Deze zomer kun je in het Amsterdamse Bos weer genieten van theater en muziek in het Bostheater. Schiphol is hoofdsponsor van dit openluchttheater. En ditmaal kun je onder andere romantisch genieten van de klassieker Romeo en Julia. Het verhaal is gekend, denk ik. Het gaat over een verboden liefde die zo heftig is dat het toch moet gebeuren door de twee hoofdrolfiguren en dat eindigt in een tragedie. Het is een heel frisse bewerking, er is heel veel tekst geschrapt, omdat er natuurlijk ook gewerkt wordt met live muziek en beweging. Ik denk met Schiphol is dat het de sponsor is van het Amsterdamse Bos Theater. En dit jaar hebben ze dus ook eigenlijk het decor verzorgd. Zoals je ziet zijn het allemaal oude vliegtuigbuizen of vliegtuigslurf, hoe je het wil noemen. Waar je normaal dus naartoe loopt als je het vliegtuig ingaat. Nu vormen dus al die oude buizen samen een soort nieuw stadje. En het is wel leuk, want het zijn allemaal smalle buizen. Dus het idee is ook dat die twee families, die leven allemaal samen in die veel te kleine gangetjes en huisjes, waardoor de spanningen ook veel sneller oplopen eigenlijk. Man, je bent echt zo iemand die als je een café binnenloopt, met deze mes op tafel smijt en zegt, hopelijk heb ik jou vandaag niet nodig, kleine vriend. Dit is dan bijvoorbeeld mijn balkon, dus de klassieke balkonscène. Dat is dan gewoon deze vliegtuigbuis. Het is heel tof om hier te zitten, omdat je dus in de open lucht zit. Dat heel veel energie geeft. Normaal is het in een doffige theaterzaal met gordijnen. Het mooie is gewoon dat elke avond, doordat je buiten bent, zo anders is. Je zit het hier met 1300 man helemaal vol. Mensen kunnen hun eigen eten en drinken meenemen. Dus dat is eigenlijk het toffe aan het buiten zijn hier. Romeo en Julia is nog tot en met 3 september te zien. Kijk voor tickets en meer info op bostheater.nl.